Ik was vanaf mijn studententijd aan de Philips School geïnteresseerd in het menselijk gedrag. Professoren waar ik toen voor in bewondering stond, dat waren Etienne Vermeers en Jaap Kruithof. Dat waren jonge professoren toen die de studenten enthousiasmeerden en die een nieuwe visie hadden. Kruithof had toen net zijn boek Jeugd voor de Muur geschreven over de seksuele seksuele gedragingen van de studenten. Etienne Vermeers had zijn kap over de haak gegooid en was een progressieve, bijna revolutionair intellectueel geworden. Die mensen die leerden ons de belangstelling voor de mens, het fenomeen de mens in al zijn aspecten, al zijn facetten. En al wat de gedraging van de mens betreft. En toen is mijn belangstelling daarvoor gegroeid en dat is altijd maar toegenomen. En dat is eigenlijk een beetje de basis geweest van mijn later televisiewerk, de mens proberen te ontrafelen. Wat voor een vreemd specimen is dat? En wat speelde zich af in het hoofd van de mensen? Dus dat is eigenlijk ontstaan daar de eerste jaren dat ik op de filmschool studeerde.